Zet daar nog één reur koop. Ja, ja. Zei je. Ja, misschien twee. Ja, ja. Ja, dat had je blaas zo. Ja. Precies, dat ben ik er ook altijd kwijt. Ja. Ja, je hebt nou een andere tijd, dat is van het voorjaar. Hè. Dat is van het voorjaar een ideale tijd dat jij de hond op kunt. Waar ik wel blij mee ben, is dat ik na de zomer weg mag. September. Ja. Dat is wel gunstig, hoor. Want voor hetzelfde geld hebben ze in de zomer een maand dezelfde. Ja, dat klopt. Ja, maar dan zie ik met mijn mensen met vrienden. Ik moet het zelf met vrienden buiten de camping. Lijfzaken en jongen krijgen. Gewoon binnen. Er is een appie aan het wennen in de kennel. Ja, ik hoor het. Zal echt nog wel eens vol zijn. Nee, je hoort het niet. Oh. Drie keer per dag nou, na het eten. Eerst zit het 2 minuten en nu zit hij een uur, anderhalf uur na het eten. Ja, dan ga je goed. Laat me nou weer op steren weer. Je ziet hem nu al. Ja. En voor zijn moeder ook fijner. Die wordt steeds meer geterroriseerd. Het beste maatje met Hanna, die zwarte die in de kennel zit. Ja. Wil jullie koffie hebben? Ja. Binnen in de nest. Kijk, ik ben ook...
dat is wel prettig, zeker als je zo voor thuis hebt.